En we beginnen meteen met deze, ja, hele duidelijke bewakingsbeelden, kunnen we wel zeggen. En die zijn gemaakt aan de Strijpwetering in Rijswijk. En de man op de fiets die wordt verdacht van een woninginbraak. Esther, hoe ging dat? Ja, afgelopen juni werd een woning aan die Strijpwetering grondig verbouwd. Zo grondig dat de bewoners tijdelijk ergens anders wonen. En de aannemers die de verbouwing deden, hadden 's avonds hun gereedschap in de woning achtergelaten met het idee dat ze de volgende ochtend weer snel konden beginnen. Ze hadden de woning goed afgesloten, maar kwamen er de volgende ochtend achter dat er was ingebroken. En er was veel elektrisch gereedschap weggenomen. Ja, nou hangen er gelukkig wel camera's bij die woning. Ja, en daarop zien we de vermoedelijke inbreker 's morgens nog voor 6 uur op de fiets aankomen. Het is 14 juni, dus het was toen al licht. En achter op de fiets zit een grijs-oranje fietstas. Hij stopt dan bij het huis en hij werpt een blik op het schuurtje. En hij zet zijn fiets daar tegen de muur aan. Hij gaat op onderzoek uit. Maar blijkbaar ziet hij in de schuur niks wat hij wil hebben. Maar hij ziet wel ineens de camera en daar schrikt hij van, want hij zet meteen zijn capuchon op. En dan pakt hij zijn fiets weer en hij gaat op zijn gemakje verder richting de woning. We zien hem hier nog lopen. Zijn capuchon gaat dan weer af, want hij denkt blijkbaar dat we hem niet meer zien. En dan gaat hij naar het huis toe. Ongeveer een kwartier later komt hij weer terugfietsen. Maar nu heeft hij een tas van Albert Heijn bij zich en daar zit vermoedelijk de buit in. Maar mogelijk zit er ook wat van de buit in zijn fietstassen, want over het algemeen was het vrij groot gereedschap wat weg is genomen. Een boor- en schroefmachines, een tekker en een laser. Ja. Ja, gelukkig is de man duidelijk in beeld op het moment dat hij hier komt aanfietsen. Kijk nog even heel goed naar hem, want wie is dit? Waar verblijft hij? En als u het weet, tip de politie dan via de gratis opsporingstiplijn 0800 60 70 of bel meldmisdaad anoniem op 0800 7000.